een fragment uit de bijeenkomst die pastor Bill Winston vanmorgen in de conferentiezaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken had met vertegenwoordigers van de gezamenlijke volle evangeliegemeenten. Dr. Winston is naar Suriname gehaald omdat hij de belangrijke boodschap had, namelijk dat je het geestelijke moet gebruiken om je gemeenschap te veranderen. Dit zegt pastor Stephen Rijmen van de Pinkstergemeente Logos. U hoort ook pastor Sila Wongswisang Lachman van de gemeente Lokmakandra. De gebieden, die 7 invloedssferen zoals educatie, politiek, noem maar op. Want dat is heel belangrijk. En hij heeft ook aangegeven dat Suriname in principe niet een arm land mag zijn. Nee, Suriname is nooit een arm land geweest. Het heeft meer te maken met ons denken. En u hebt een beetje meegeluisterd waar hij duidelijk gezegd heeft dat meestal die resources zijn daar, maar omdat wij in onze mindset denken dat we arm zijn, dat we slechts Surinamers zijn, terwijl God geen ene aanzien des persoons heeft. God heeft de aarde gemaakt voor een ieder en elk land heeft resources gekregen waardoor ze kunnen genieten ervan, dus ook Suriname. Hij blijft nog vanavond en vertrekt morgen, dus we hebben vanavond in het stadion, vanaf de internationale sport, vanaf 7 uur een open meeting en ieder is uitgenodigd. Dus u bent van harte welkom, u die kijkt en luistert naar ATV. Om ja, datgene wat je vanuit de Bijbel weet en gehoord hebt over Jozef, over Daniel enzovoorts en alle profeten die bepaalde duidelijke waarheden van God hebben geproclameerd. Om die ook echt in de praktijk te brengen, want we hebben ook een evangelisch centrum daar aan de Santo Polderweg 3 in Wanica, dat gewoon een goddelijk wonder is. Dr. Bill Winston zegt dat hij als belangrijke boodschap heeft ownership, oftewel eigendomsrecht. Volgens hem moet de mindset zijn dat men innovatief denkt. Mindset of having something that you have taken as a seed and then developing that to make something big out of it. George Washington Carver, black scientist out of Alabama, he took a peanut and made 300 products out of it. How much you have here? Oh yes, you have agriculture, but just don't sell products. I mean, cabbage or corn or whatever. Why don't we find in the corn, what can we make out of the corn? And I'm saying that that can be a whole lot of wealth in that, that you can shift the economy of a whole region just by innovating. So we have to get people to think owners, and owners think innovating because they're always trying to reduce costs and they're only trying to get more profit. Got it? So Suriname doesn't have to be a country that is poor. Absolutely not. Every country, the reason why poverty is existing in the country is because of a lack of wisdom. The Bible says with wisdom comes riches and honor. And you see, we have that capability in the country here. And so if we can tap into wisdom and stop running after what we think is trying to make us just overcome a single problem, but we can now take the wisdom of God and see how we can better use the resources that we've got, you're going to see this country explode economically. Bill Winston heeft vanavond in de Anthony Nesty Sporthal een openbare meeting. De geestelijke leider is naar Suriname gehaald door de gezamenlijke volle evangelie gemeenten.